Oh ja, lekker. Alexa, stop. Hey luidjes, ik ga het vandaag met jullie hebben over... Juist, de Creative Sound Blaster Programming P5. Ik moet zeggen, de microfoon van deze... Ik begin gewoon meteen met... gewoon met ellende. Het ziet er heel mooi uit. Het geluid is echt zo, als ik het hoor. Maar het stopt daar niet. Als je het geluid allemaal lekker hebt in je oren hebt klinken. Je hebt er mijn telefoon aangesloten waar het voor geschikt is. Dan hoor je telkens als je met je draadje tegen je trui aankomt of ergens langs schuurt, hoor je dat goed in je oren. Een hele grote minpunt. Daarbij komt deze oortelefoontjes. Ah, deze. Die krijg ik nog niet eens in mijn oren. Ja, rechts wel, links niet. Nee. Deze hoofdtelefoon... Plus microfoon krijgt van mij een dikke onvoldoende. Waarom krijg je van mij een dikke onvoldoende? Nou, precies vanwege dat schuren en dat je dan keihard in je oren hoort. Je kent geluid misschien wel. En het pasvorm van dat ding is gewoon niet zoals het moet zijn. Dat betreft, als je iets in je oren wilt steken waar je... Nou, wat luisteren, dan pak gewoon die van Samsung of als je een iPhone... Of dat ding moet ik echt wegduwen hier. Of als je een iPhone hebt, de iPhone dopjes zijn vele malen beter dan zo'n overpriced ding. €68, €95 of zo, weet ik veel. €68, €95. Gekocht bij Alternate. Alternate is zo'n zaak, absoluut. Niks op tegen. En koop ze niet. Dat is het enige wat ik kan zeggen, want dit is gewoon drie keer bagger. Dan kun je beter gewoon iets op je oren zetten en dat je muziek mee afspelen. Deze van Samsung. Ik vind dat niet fijn dat het zo is, maar toch. Eenmaal uit de knoop zitten ze wel fatsoenlijk aan mijn oren. Dan moet je goed in de gaten houden wat is links, wat is rechts. Dan moest ik bij die ook, alleen daar staat het bijna niet op aangegeven. Deze steek je gewoon, hup, klets. En het hangt zoals het moet. Niks meer, niks minder. Hoppa. Nou, met andere woorden. Een dikke onvoldoende voor de Sound Blaster P5 van Creative. Valt me echt vies tegen van Creative. Maar goed, wie ben ik? Ik zal hem houden als aandenken van mijn miskoop. Ik ga hem niet terugsturen, want zo ben ik niet. Wat dan meer? Oh, mijn toetsenbord staat op verkeerde kleuren. Oeh, even een ander kleurtje zetten, jongens. Hoe doe ik dat ook weer zo? Dat zijn mijn favoriete kleuren, maar hij springt automatisch over naar blauw-rood als ik de VLC aanzet. Ik moet zeggen, lekkere toetsenbord, jongens. Nou, dan was het eigenlijk wel. Alexa, play hits of the 2000. Oh, dat klonk ook kut. Here's a station for 2000's music. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Ja, ik ook niet. Nee, ik ook niet. Ja, dat heb ik ook geprobeerd. Alexa, volume 5. Nou, luidjes. Houdoe.